De hoogbejaarde Hieke en Albert verloren in één klap al hun spaarcenten. In hun textielwinkeltje aan huis deden dieven zich voor als klant. 15.000 euro aan spaargeld en 7.000 euro aan sieraden werden gestolen. Kleindochter Elvira zette een crowdfundingsactie op en dat loopt boven verwachting. Ongelooflijk uit de hand gelopen. Ik dacht het dorp komt helpen, maar heel Nederland helpt mee. Echt ongelooflijk. Dus heel Nederland heeft met hem meegeleefd. En er is inmiddels al 23.000 euro opgehaald. Zo. Ja, dat is heel leuk, heel mooi. Maar ik heb daar mijn sieraden nog niet terug. Nee, maar dat... Het gestolen geld was voor hun eigen uitvaart en voor de toekomst van hun kinderen. De diefstal komt nog steeds hard aan bij het echtpaar. Ja, het raakt me zeker nog hard. Ik ben mijn sieraden kwijt, dat is hem juist. Maar die krijg ik nooit meer terug. En waarom zijn juist die sieraden u zo dierbaar? Omdat het voor de kleinkinderen waren. Een aandenking dat wij met Hulli geleefd hebben. Ik denk dat ze nog steeds heel lastig hebben met het verwerken dat het überhaupt gebeurd is. Je gaat natuurlijk uit van het goede van de mens. En dit waren geen goede mensen. En dan het verwerken dat ze dan nu eigenlijk weer terug hebben, maar die sieraden niet. Ja, dat is pijnlijk. En toch is het echtpaar blij met alle steun. Natuurlijk namens mijn man iedereen bedanken die het zo met ons meegeleefd hebben. En dat ze zoveel geld voor ons opgehaald hebben. En dat ben ik iedereen dankbaar voor, dat wil ik wel even zeggen. Ja.